Dames en heren, hartelijk welkom bij de 87ste aflevering van Licht op Leiden. Het is vandaag 6 maart. Gisteren was het 510 jaar geleden, Hans Blom, dat de toren van de Pieterskerk instortte. En het is vandaag de geboortedag van Michelangelo. Jij als historicus, wat spreekt jou het meest aan als historisch feit? Nou, dat is lastig te zeggen wat mij als historisch feit het meest aanspreekt. Maar als Leienaar spreekt de toren me natuurlijk het meeste aan. Ja, dat betreuren wij natuurlijk. Dat is buitengewoon jammer. Ja, het zou leuk zijn geweest. Hè? Volgens de geruchten was het hoger dan de Dom van Utrecht. Ja. Maar ja, als je hem fout bouwt. Ja, de koning van de zee werd hij geloof ik genoemd. Hartelijk welkom Hans Blom. Dit was een historisch onderrondje over Leiden en een beetje de Pieterskerk. Maar je bent hier vooral als nationaal bekende historicus. Uitvinder van wat ik zou willen noemen de nuance in de geschiedbeoefening. Maar daar komen we misschien nog straks over te spreken. Hartelijk welkom, fijn dat je er wilt zijn. Wij beginnen elke uitzending altijd over wie je bent, waar je vandaan komt. Waar heeft je huis gestaan, zoals ze willen zeggen. Wil je wat vertellen? Ja, zeker wil ik daar wat over vertellen. Ik vind het namelijk daarom zo leuk om juist bij Sleutelstad te zijn. Omdat ik in hoofdzaak een Leidse jongen ben. Ik ben in Leiden geboren in 1943. In het Elisabeth ziekenhuis, bij toeval. Want het Diaconesse ziekenhuis niet uit de overtuiging bedoel je? Nee, niet uit overtuiging. Nee. Integendeel, anekdote. Toen mijn moeder daar kwam, vroegen ze aan haar of ze katholiek was. Ja. Toen zei mijn moeder, nee, is dat erg? Nee, zei de nonnetjes, geeft niks. Maar we moeten het weten voor als er iets misgaat. Ja, 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 ja. En dat was interessant als gedachte. Want ja. De moeder, dan moet het kind gered worden en niet de moeder, als het helemaal spannend is. Maar goed, maar ik woonde in de Torbekkenstraat, nummer 17 om precies te zijn. En daar heb ik gewoond tot ik 13 werd. Vlak voor mijn 13e ben ik verhuisd naar Den Helder, waar mijn vader directeur van de Rijks-HBS werd. Ik zat gelukkig zelf op een andere middelbare school. En ik ben hier weer teruggekomen in 1961 om te studeren. En ik heb hier gestudeerd, ben hier ook gepromoveerd. Ik ben in Amsterdam gaan werken, eerst bij de universiteit en later bij het NIOD. Maar ik ben altijd in Leiden blijven wonen. Ja. En in die zin ben ik dus ook altijd in Leiden en ik noem het, laat ik het Leidse gemene best noemen. Ik heb ook een dikke 10 jaar in Leiderdorp gewoond. Tellen we mee. Ja. Dus in die zin ben ik altijd in Leiden gebleven. En ik heb niet zo heel veel in Leiden gedaan in die jaren voor de stad. Maar toen ik met pensioen ging, vlak voor ik met pensioen ging, heb ik besloten dat het een daad van gerechtvaardigheid was als ik mij zou inzetten voor Oud-Leiden. Daar ben ik dus in. Nou zijn we bijna door je hele leven heen, maar ik wil toch nog wat inzoomen. Ja, nog terug over. Ik wil wat inzoomen. Als je denkt aan je eigen, het gezin waar je uitkomt, kun je daar iets over vertellen? Ja, dus mijn ouders kwamen beide uit Den Haag eigenlijk, maar hebben elkaar daar niet ontmoet. Mijn vader was 10 jaar ouder dan mijn moeder en dat kwam onder andere omdat hij al eerder getrouwd was geweest. In 1938 is hij getrouwd en had ook een kind. Maar in 1940, kort na de capitulatie, is zijn eerste vrouw, overleden. Zwanger van het tweede kind. En dat gaf een grote paniek natuurlijk. Dat is een ramp, zou je kunnen zeggen. Ja. Een menselijke ramp. En via is mijn moeder, die een opleiding voor kinderverzorging en opvoeding had, daar toen tijdelijk in huis gekomen om voor het kind te zorgen. Ja. Maar daar in dat huis heeft zich vervolgens ook nog een andere ontwikkeling voorgedaan die ertoe leidde dat mijn ouders getrouwd zijn. En er werd een gezin gesticht. Hoe groot was dat gezin? En ik had dus behalve dat oudere zusje, had ik twee jongere broers. Eén die in vlak voor de hongerwinter begon geboren is. Volgens mijn moeder heeft hij het maar op het nippertje gered. En wat mijn moeder een vredeskind noemde. Kijk. In 1946. Je bent, we hadden net de foto van de baby Hans Blom. Kijk, daar zit hij. Ja. Hij is daar al aan het praten volgens mij. Nou, in ieder geval zie ik het leven zonnig tegemoet. Ja, dat wel. Ja. En we hebben ook nog een foto als schooljongen. Waar is deze schoolfoto gemaakt? Deze foto is gemaakt op de Kernstaatschool. Ja. Dat is allemaal vlak in de buurt. Dus, en ik zat daar, ik denk dat dit in
Ik zou zelfs de tweede klas kunnen zijn. In ieder geval, ik heb hele goede herinneringen aan de Kernstraatschool. Juffrouw Echink had ik 2 jaar. Ja. Ja, 2 juffrouwen van de eerste klas die elkaar afwisselden en dan meegingen naar de tweede klas. Juffrouw Tuk en juffrouw Echink. Ja. En het schoolhoofd was ook een min of meer bekende figuur wel in Leiden. Meneer Hokkeling, die enorme mooie historische vaderlandse verhalen kon vertellen. Die hadden en wat we vroeger, misschien hè? Wel interessant is, dat die school stond in de Kernstraat, maar was af en toe een beetje te klein. En dan moest er wel eens een enkele klas ergens anders. En ik heb dus 1 jaar les gehad in wat het Joodse Weeshuis was geweest. Ja. In de jaren 50. Ja. Dat is toen voor allerlei doeleinden gebruikt geweest. En dat is ook een tijdje zaten daar schoollokalen extra klassen. En we hebben nog een foto van je ouderlijk gezin. Ja. Wie zien we hier? Je vader natuurlijk, je moeder. Ja. Dit is al, denk ik, in Den Helder. Ja. Want als ik zo de leeftijden zie. Ja, dat Den Helder is niet echt de plek waar je met de grootste... Ik heb daar een ongelooflijk leuke schooltijd gehad. Ja, hele leuke schooltijd gehad, ja. Je wordt over Den Helder altijd zo van Ja, Den maar Helder. Dat is geheel ten onrechte. Dat wil zeggen, dat was wel een hele bijzondere en eigenaardige plaats in een aantal opzichten. Vooral vanwege de marine. Dat was een zeer sterk door de marine gedomineerde stad. Ja. Wat ook de sociale verhoudingen bepaalde. Want er waren de omgangsregels van de marine golden als het ware ook voor de rest van de stad. Dus mijn vader was daar niet als militair, hij was in het leger, hij was wel reserveofficier, maar die werd dus beschouwd als van de rang van officier. En het was de tijd van de woningnood, dus mijn moeder was vaak aan het woningen zoeken daar. Ze had op een moment overlegde ze met het hoofd van de afdeling huisvesting. Ja. En dan had ze een aardig huis gezien, vond ze. En toen zei ze tegen het hoofd van die huisvesting, maar waarom heeft u mij daar dan niet op gewezen? Maar mevrouw, dat is een onderofficierenstraat. Daar kon zij niet wonen, dat was niet gepast. Hans, je gaat in Leiden geschiedenis studeren. Ja. Je wordt lid van Catena, daar heb ik een mooie foto van. Dat je, hier zit je. Ja. Je moet even aanwijzen wie jij bent. Nou, dat is niet zo moeilijk, denk ik. Met het lint om tweede van links. Dat is de Senaat van Catena. Ja, daar ben je lid van. Maar waarom ging je geschiedenis studeren? In Leiden dus? Ja, uit eigen wijzigheid, denk ik. Ja, want ik was vanaf heel jongs af aan was ik een lezertje. En gegrepen door de nationale verhalen vooral ook, maar ook wel door spannende verhalen. Ja. En dat heb ik altijd volgehouden, hoewel ik eigenlijk een beta-jongen was op de middelbare school. Ik was veel beter in de beta-vakken dan in de alfa-vakken. Maar ik was eigenwijs en ik wilde dus toch geschiedenis studeren. En dat was het bedenkelijke toestand. Dus toen ter tijd was dit het eerste jaar dat je met gymnasium beta ook geschiedenis kon studeren. Vroeger moest dat altijd met alfa alleen, want je moest heel veel klassieke talen doen. En ja, of ik nou wel goed genoeg was om met zo weinig klassieke talen die geschiedenisstudie te doen. Het is na afloop toch nog redelijk afgelopen. Het is wel aardig gelukt. Ja. Nee, je ging studeren dus in Leiden. Hier zien we je actief bij het Catena. En we hebben ook nog een leuke foto dat je actief bent op het toneel. Niet iedereen kent die rol van je, maar daar was je best. Dit is dus nog in Den Helder. Dat is, dit is Den Helder. Dit is ik heb dus in de middelbare school heel veel toneel gespeeld. Bij je studententijd ook nog? In mijn studententijd had ik een hele andere ervaring. Maar dus ik was in Den Helder, waar golden we met de groep waarmee we speelden. Ja. Golden wij als getalenteerd en goed en mooie stukken in de krant. Ja. Maar toen ging ik dus ook in Leiden auditie doen voor een toneelstuk. En toen ben ik in 1 avond door de Leidse Universiteit aangenomen regisseuse afgebrand. Kijk aan. Hele avond uitgescholden wegens te geringe prestaties. Verbijsterd zat ik 's avonds in mijn kamertje, wat er mij nu overkomen was. Ja. Ik heb sindsdien geen toneel weer gespeeld. Heel goed. Behalve dat ik wel geprobeerd heb die ervaring in mijn docerende en bestuurlijke leven te gebruiken. Is niet elke docent ook een gebruiken. Beetje een acteur natuurlijk. Precies, nou ja. Nou, dan komen we als vanzelf bij nog weer even terug op die studie. Je bent gepromoveerd in Leiden. Ja. Op een heel, voor die tijd ook wel een beetje een knetterend onderwerp, denk ik. Hè? Ik kreeg enige aandacht. Ja, ik ben gepromoveerd op de muiterij op de 7e provincie in 1933. Hè, dus niet de 7e provincie van de 17e eeuw, maar het panzerschip dat in Nederlands-Indië aanwezig was. Eigenlijk het zwaarst bewapende schip van de marine in Indië. Dat ook een opleidingsschip was voor inlandse schepelingen. En op dat schip
is op een moment muiterij uitgebroken. Die paste in een reeks van acties die strikt genomen in andere plaatsen dienstweigering heette. En dat ging over het salarissen. En dat is dus uit de hand gelopen op dat schip. En dat heb jij in Den... En dat heb ik dus uitgezocht en ik heb dat gebruikt. Want het was, uiteindelijk is het verhaal van de muiterij in mijn proefschrift één hoofdstuk. En ik heb dat gebruikt om de reacties daarop in Nederland te bestuderen. En te kijken wat dat zegt over de Nederlandse samenleving van toen. Ja. Dus ik had een inleidend hoofdstuk waarin ik een schets gaf op grond van de bestaande literatuur van hoe die Nederlandse samenleving eruit zag, hoe die gesegmenteerd was, wat de groepen daarin waren. En vervolgens keek ik naar de reacties en de maatregelen die zijn genomen. En ik zag inderdaad die schets als het ware bevestigd in die reacties. Hier zien we een foto van je promotie. Ja, dat was op de receptie. Dat was de Hein Hulshoff. Die kende ik langs andere weg, maar die vond het leuk en ik vond het ook heel leuk dat hij dus ook in zijn uniform daar aanwezig was. In jouw studententijd leerde je je vrouw kennen? Ja. Antje? Ja, zeker. Hier hebben we haar. Ja. Ah, kijk eens even. Dat is een foto van later, maar dit is Antje. Ja. Hoe heb je die leren kennen? Ja, dat is een interessant verhaal wel. Dus, zij was, haar liefde was uit. Kijk. Ze wou naar een feestje en via een vriendin, die weer de vriendin van mijn broer was, werd er dus gezegd, ik zal niet de precieze bewoordingen zeggen, nou ja, Willem heeft nog wel een broer, maar ja, die was dus totaal ongeschikt volgens die vriendin. Maar ze zijn toch langsgekomen in de Lokkerststraat waar ik woonde. Ze belde aan, Antje kan nog zich herinneren hoe ik mijn hoofd uit het raam stak en ze heeft mij toen gevraagd of ze een keer voelde om naar een feestje te gaan. En zo is het begonnen. En zo is het gekomen, ja. En dan komt er een familie voort uit, uit dat huwelijk. Hier zien we jouw kinderen en kleinkinderen. Ja. Dit is de complete ploeg. Ja, het is een foto van een jaar of 3, 4 geleden. Ja. Ja, dat is de jongste die nu 4 is, die was toen nog net geboren. Ja. Links zien we jouw zoon Onno, die voor veel mensen bekend is. Ja. Is het, Onno zei vroeger misschien, ik ben de zoon van Hans Blom. En zeg jij tegenwoordig, ik ben de vader van Onno? Een van de rampen in mijn leven is dat mijn collega's in Vlaanderen op een ogenblik gingen vragen of ik de vader van Onno Blom was toen hij daar in de kant was. Maar ik heb dus nog een zoon, hè. Dat moet ik eventjes wel, die is buitengewoon wel, een psychotherapeut, een zeer wijs mens natuurlijk. Ja. En ik heb schatten van schoondochters en kleinkinderen, dus ja. Gelukkig dus, ja. Mooi. Nou, dan gaan we spoorslags over, Hans, naar je werk. Je wordt hoogleraar in Amsterdam. Uiteindelijk ga je daar werken. Ik zou je niet precies vragen waarom je nou in Leiden niet uiteindelijk hoogleraar bent geworden. Je bent het overigens wel geworden, maar daar komen we straks nog even op. Hoogleraar in Amsterdam, daar vind je je werk. En uiteindelijk word je ook... Ik heb het daar ontzettend naar mijn zin gehad. Het was een hele stap natuurlijk. Het was de tijd dat banen nog achteraf, zeker achteraf gezien, voor het opscheppen lagen. Dus, maar ik kreeg op een moment de kans om daar in eerste instantie via een invaller dus daar te werken. En ik kon daar toen blijven. En daar moest ik wel even over nadenken, omdat de sfeer in Amsterdam wel heel anders was. Ja. Maar ik vond het daar uiteindelijk toch... heb ik het daar ongelooflijk naar mijn zin gehad. Ja. En ik ben er dus ook heel graag gebleven. En daar heb ik dus een paar stappen in de carrière gemaakt. Ben ik in de jaren 80 hoogleraar geworden. En in de jaren 90 ben ik dus naar het NIOT gegaan. Maar dat is alweer een stap verder, ja. Het NIOT is het grote instituut in Nederland waar de Tweede Wereldoorlog wordt gedocumenteerd. En tegenwoordig ook nog meer dan de Tweede Wereldoorlog. Daar ben je directeur van geweest, heel lang. Het nodigt mij eigenlijk bijna uit om te zeggen dat de Tweede Wereldoorlog op de een of andere manier toch een spoor in jouw leven is. Dat begint al thuis, zeg maar, want jouw vader heeft in het verzet gezeten. Ja. En dan kom jij als hoogleraar bij het NIOT en doe je onderzoek naar heel veel aspecten en geef je daar ook leiding aan. Ja. Overigens, ja, daar heb je gelijk in. Ik hecht er altijd zelf wel aan om te zeggen dat ik niet uitsluitend historicus van de oorlog ben. Mijn proefschrift ging over de jaren 30 en Nederland in de jaren 30. En in het verlengde daarvan heb ik veel onderzoek gedaan naar aspecten van de geschiedenis van de verzuiling in Nederland in allerlei opzichten.
Maar die oorlog is daar wel als een lijn bijgekomen. En dat is in het bijzonder gebeurd omdat mijn promotor, na mijn promotie, mij vroeg, toen speelde de zaak Mente. Dat is, tegenwoordig zijn er niet zo heel veel mensen meer die dat nog weten, maar er was een groot schandaal omdat er een oorlogsmisdadiger, Nederlandse oorlogsmisdadiger, die in Oost-Europa oorlogsmisdaden zou hebben gepleegd, bleek de dans ontsprongen te zijn. Ja. En de grote vraag was, kwam ze gewoon groot schandaal. Hij is uiteindelijk nog wel veroordeeld in de jaren, eind jaren 70. Maar het schandaal was, hoe heeft hij kunnen ontkomen? En dat moest per se opgezocht worden. Al die reuring die we tegenwoordig hebben, is dus niet nieuw. Nee. Dit soort gevallen komen eens in de zoveel tijd voor. En daar moest toen onderzoek naar gedaan worden. En na veel aandringen en een paar mislukkingen had mijn promotor die onderzoeksopdracht aanvaard. En die heeft mij toen gevraagd om daar aan mee te doen. En ook nog een strafrechtjurist hebben we daar dus bij gehad. En toen hebben we dus, we dachten dat, mijn promotor dacht dat we in 3 maanden klaar zouden zijn. Dat heb ik nooit gedacht. Maar ik dacht wel, nou een jaartje moet het wel bekeken zijn. We hebben uiteindelijk bijna 3 jaar aan gewerkt. En een rapport van 900 bladzijden afgeleverd. En ja, dat ging natuurlijk wel vooral over de naoorlogsperiode, maar daar zat de oorlog natuurlijk heel dik in. Heb je ook de dramatisering van in die televisieserie gezien? Ja. Heb je daar een idee over? Wat vind je van zo'n soort bewerking? Nou ja, van kijk, de docudrama, waarom niet? Hè? Ja. Er zijn allemaal prachtige films over historische ontwikkelingen, waarom ook niet meer recent? Dus in die zin is het prima. Ik vond een beetje van die serie dat het eigenlijk meer de Hans Knoop story dan de Mente story was. Ja. Maar goed, dat is ook maar net hoe een scenarist. Het ingewikkelde hier is dat er de pretentie in zit dat het allemaal helemaal op onderzoek en waarheid is gebaseerd. En dat het tegelijkertijd natuurlijk een vorm van romantisering is die wat verder gaat dan het altijd aanwezige element van interpretatie bij geschiedschrijving. Door dat min of meer specialistische terrein wat zich in jouw leven heeft ontwikkeld, de oorlog en de geschiedenis van het Jodendom in Nederland en in het bijzonder. Maar ook dat is breder, wat mijn belangstelling betreft, dan de oorlog alleen. Hè? Ja, precies. De Joodse geschiedenis is aanzienlijk rijker dan alleen de niet oorlog. Niet gefocust op de, het heeft ook geleid tot een aantal momenten waarop je behoorlijk in de publiciteit bent gekomen door het onderzoek wat je pleegde. En dat begon al meteen, denk ik, bij de inaugurele reden die je hield in Amsterdam. Ja. Omdat je daar het verwijt kreeg dat je de Jong ongeveer onderschoffelde, om het nog maar even heel erg. Het aardige is natuurlijk, als je hoogleraar wordt, moet je een oratie houden. Ja. Dat is natuurlijk, ik had voor die tijd wel enige ervaring met publiciteit, via Mente. En ook de Muiterijpse provincie had natuurlijk wel enige aandacht getrokken. Maar goed, dan moet je het onderwerp bedenken. Ik was toen eigenlijk met een groot onderzoek naar verzuiling bezig. Maar daar had ik al een stukje over geschreven. En ik dacht, zo'n oratie is een lastig genre. Want je wil iets interessants zeggen in je vak. Je wil iets zeggen voor je collega's aan de universiteit uit andere vakken. En je wil het aanwezige overige publiek boeien. Dus daar was de oorlog, dacht ik, misschien toch wel aardig van. En ik heb toen geprobeerd duidelijk te maken wat in het vak eigenlijk al breed gedeeld werd, maar wat niet zo heel geprononceerd naar voren was gebracht. Wij zijn als historici, worden wij toch geacht onpartijdig te zijn. Ja. De geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog, met name ook die van Louis de Jong, als het boegbeeld daarvan, daar kan je natuurlijk veel van zeggen. En ik heb dat heel uitdrukkelijk gezegd, geweldig, een enorme prestatie. Ik wou dat ik het zelf had gedaan, maar het was niet onpartijdig. Nee. En in feite was het pleidooi, dat ik zei, ik noemde het in de ban van goed en fout, met een vraagteken. En dat dus de wetenschappelijke geschiedschrijving hoort toch eigenlijk, dat zeggen wij in ons vak, zo goed mogelijk een reconstructie van de gebeurtenissen in het verleden en de interpretatie en de analyse daarvan, zodat we het beter begrijpen. Dat zat ook in het werk van Louis de Jong, maar het had een heel duidelijke frame van de morele en politieke. Zie je dat nog veel? Kijk, het interessante is dat in ons vak, in de kleine kring van ons vak, kan je zeggen dat wat ik toen bepleitte en wat toen al breder was, het kreeg opeens een focus daardoor. Dat eigenlijk wel gewonnen heeft. Het begint een beetje
onder invloed van postmodernisme begint het ook een beetje te vloeien weer. Maar het interessante is dat dus in ons vak we daar natuurlijk zo langzamerhand in grote lijnen wel overeen zijn. En daar kan je nog ook van allerlei interpretatieverschillen hebben. Maar in de publiciteit is dat natuurlijk heel weinig. Eigenlijk in de korte tijd was het wel, drong het zich op, maar daarna is dat weer teruggevallen. En dat is ook eigenlijk heel logisch. In ons vak hebben wij, wat ik net uitlegde, die neiging tot reconstructie en analyse. Maar de historische belangstelling van het publiek is vaak politiek en moreel gedreven. Of vanuit een soort culturele bevlogenheid. Oeh, het goud der Perzen. Ja. Dat, oeh, dat, en het dat, wordt gehyped natuurlijk. Ja, dus het, de culturele interesse voor het hele vreemde, dat is een van de. Maar de andere is dus, het publiek denkt daar, heeft een ander soort historische belangstelling dan de historici. En daar wringt het af en toe, dat is lastig. Een ander momentum in jouw werk, samenleven, was natuurlijk het onderzoek naar Srebrenica. Ja. Als je daar kortheidshalve, je hoeft niet het te vertellen dat je het onderzoek gedaan hebt, maar waar ging het uiteindelijk in de publiciteit over dat rapport naar jouw idee scheef? Dat is een lastige vraag om dat heel kort te doen, maar ik zal proberen kort te zijn. Je moet dan toch terug naar het ontstaan van dat rapport. Waarom werd die opdracht gegeven? De opdracht werd gegeven na de verbijstering van de gebeurtenissen. Je ziet zo nog de verbijsterde, ontredderde voorhoeven voor je. Ja. Toen hij die boodschap kwam brengen en ook dat in de hele politiek. En dat werd in eerste instantie in de politiek heel opgewonden besproken. Maar uiteindelijk bleef het kabinet zitten. Het was ook net een nieuw kabinet. Maar het bleef rommelen in de pers en in het parlement en op andere manieren. En toen werd er in toenemende mate was er dus vraag naar wat is hier nu eigenlijk gebeurd? Wij willen dat weten. Ik had dat zelf ook eigenlijk wel. En daar lag toen opeens die vraag naar de maatschappelijke vraag, breder dan de politiek in de partijpolitieke zin, naar kennis, historische kennis. Ja. Nou, en met die vraag is het kabinet toen naar mij toegekomen. Ik was toen net benoemd, ik had kennis gemaakt met de minister Ritsen. Dus ik zou beginnen bij het NIOD als directeur met een soort nieuwe wetenschappelijke koers. En die kwamen opeens met die vraag, zouden jullie dat kunnen doen? Nou, en dat was een hele moeilijke vraag, juist omdat ik net begonnen was. Omdat die dingen in de politiek blijven niet lang achter de schermen. Dus het was heel spannend. En we moesten in enkele dagen, moesten we in principe ja of nee zeggen. En toen hebben we, er was allerlei reden om het niet te doen. Heel veel redenen, ik noem ze nu even niet op. Maar er was één duidelijke reden, als je hier nee tegen zegt, sluit je je op in de Ivoren Toren. Ja. En als die maatschappelijke vraag zo dringend is en hij komt bij jou te liggen, dan moet je wel hele goede argumenten hebben. Toen hebben we gezegd, in beginsel ja, onder voorwaarde dat er condities worden geschapen dat wij echt onafhankelijk onderzoek kunnen doen. Dat heeft nog 3 maanden onderhandelen geduurd voor het duidelijk was wat wij daaronder verstonden en dat wij daar ook onze zin in zouden krijgen. Nou, toen hebben we dus dat onderzoek gedaan in al zijn veelzijdigheid en opzettelijk daarover naar buiten niet gecommuniceerd, omdat we het plaatje compleet wilden hebben. Ik onderbreek je eventjes. Dan komt er dus een eindrapport. Uiteindelijk leidt dat tot de val van Kok, het kabinet Kok. Ja. Althans, het terugtreden van Kok. Zo'n effect, hè, wat je oproept, dat heb je niet willen oproepen of veroorzaakt. Nee. Maar hoe komt dat op jou persoonlijk? Kan je daar heel kort iets over zeggen? Nou, het ingewikkelde was, het was een hele spannende affaire van hoe zal dit aankomen. Ja. Dus je probeert het zo goed mogelijk te doen. Er ontstond al direct daarvoor een heleboel rumoer met uitzendingen van en een boek van Minjan Faber. En, dus op een moment hadden we dus dat in een politiek al gespannen situatie. Hebben we dus het rapport gepresenteerd, daar zijn ook beelden van. Ik had als het ware 20 minuten vrije zendtijd met het kabinet op de eerste rij. Daarna kreeg die publiciteit een eigen dynamiek. En daarin was het aftreden van Kok het belangrijkste moment. Het was interessant, hij zei direct na afloop van de presentatie, ik kan iedereen recht in de ogen kijken. Dat was ook zo, vond ik dat ik ook.
Maar hij zei, na enige bedenktijd, de week daarop, trad hij af, omdat er uiteindelijk nog nergens ooit iemand verantwoordelijkheid had genomen. En hij vond dat, gezien dat hij nou de man moest zijn die die verantwoordelijkheid nam, en hij, daarom trad hij af. Dat respecteer je. En ik heb dat zeer gerespecteerd. Het hoefde niet, nee, op grond van het rapport. Je kunt niet zeggen, Kok komt er slecht uit, nee, hij moet aftreden. Nee, hij nam een hoger soort verantwoordelijkheid. Ja. Ja. En besloot, dat heeft hem, ja, dat is hem ook wel kwalijk genomen. Het is ook gezegd dat het makkelijk was, want hij zou toch na de verkiezingen niet terugkomen. Ja. Dus er was veel politiek gedoe omheen. En ik vind zelf dat het, dus met de receptie van het rapport eigenlijk niet goed is gegaan. Ook omdat de inhoudelijke boodschap niet echt overgekomen is. Want onze inhoudelijke boodschap was toch eigenlijk, dat was ook de laatste zin van mijn presentatietoespraak, Srebrenica staat niet voor een affaire in Den Haag, maar voor een tragedie in de Balkan. Ja. En waar ging het over? Over de affaire in Den Haag. En dat was weer omdat dat het frame was dat waarmee we begonnen waren. Ja. En aangezien wij ons onderzoek in stilte hadden verricht, hadden de kranten geen andere keuze, bij wijze van spreken, dan die moesten wel de volgende dag met een headline komen. En die headlines gingen allemaal over Dutchbed. Ik stop dit onderwerp even en ik kijk met snelheid overigens naar een paar foto's die je meegegeven hebt. Hier ben je te gast in Amerika samen met mevrouw Bush en jouw vrouw erbij. Ja. Dit staat op je nachtkastje natuurlijk. Nee. Het zit in een envelop, maar het is wel een curieus. Ja, dat zijn van die krankzinnige dingen, ja, waar je het komt. Ik was als directeur van het NIOD, waren wij de beheerders, zou je kunnen zeggen, van de dagboeken van Anne Frank. Ja. En we hebben voor de 10-jarige bestaan van het Holocaust Museum in Washington, hebben wij voor het eerst een van die dagboeken uitgeleend voor een tentoonstelling elders. En die tentoonstelling werd geopend door Laura Bush. En daar waren wij dus voor, dat vlak voor we de tentoonstelling openden, daar heb ik toen ook gesproken. En daar hoorde dan vervolgens bij dat we op een diner op het Witte Huis hadden. Dat is iets wat toch veel Nederlanders niet kunnen zeggen. Nee, en ja, ik zal je niet vragen naar het menu. Maar nou heb ik nog een foto. Zalm. Zalm. Dit is bij je afscheid van Amsterdam. Ja. En ik heb de volgende foto, dat wil ik in ieder geval memoreren, want je bent in Leiden natuurlijk wel hoogleraar geweest op de Kleveringa-stoel. Ja. Daarom heb ik een foto van Kleveringa erbij gehaald. Je bent na je pensionering, was dat overigens, in Leiden nog een jaar bezetter geweest van de Kleveringa-stoel. Ja. Wat een zeer eervolle plek is. Ik vond het buitengewoon leuk om te doen, juist omdat ik bij aan de Leidse Universiteit dus opgeleid ben, korte tijd gewerkt heb, daar nog wel gepromoveerd ben vanuit Amsterdam. En ik vond dat een prachtige afsluiting. Wat ik zelf ontzettend aardig van je vind, is dat je dus, je noemde het al, actief bent geworden in Leiden op een indringende manier, onder andere bij de Vereniging Oud Leiden, maar je hebt je ook ontzettend lang nog bezig gehouden en nog met publicaties, niet alleen maar over Leiden, maar ook breder als het gaat over een grote waaier van activiteiten. En ik wil in ieder geval ook nog even mijn hoed afnemen voor het feit dat je de kanon die ik hier laat zien, in ieder geval samen met anderen tot stand hebt gebracht. Als je iets over de Leidse geschiedenis wil weten, dan moet je die kanon lezen. Ja. Dat is alweer een aantal jaren geleden, Hans. Ja. En ik heb nog een. We hebben ook een tweede drukje. Er is een tweede druk, die is overal te bekomen. Ja. En hier sta je bij de presentatie van een boek wat je samen gemaakt hebt met Alfons Siebelt. Ja. Die heel erg veel ook, met name over de oorlogsgeschiedenis. Fantastische kenner van de Leidse oorlogsgeschiedenis, onvoorstelbaar. Ja. Ja. Die heel veel gestudeerd heeft op die geschiedenis en ook veel gepubliceerd heeft. Heb je nog acute plannen die je bij Sleutelstad kwijt wilt, waar je nu mee bezig bent? Nou, kijk, ik ben nu nog. Voordat ik nu bijna moet afronden. Nee, nou, het is misschien wel aardig om te zeggen, maar ik ga er inhoudelijk nog verder niet over zeggen, dat ik met mijn oudste zoon samen, naar aanleiding van het leven van mijn vader, die, en in het bijzonder over de oorlogsgeschiedenis daarvan en de betekenis daarvan, bezig ben om dat zo zorgvuldig mogelijk in kaart te brengen. En we hebben buitengewoon veel hele interessante bronnen gevonden, brieven. We hebben ook nog mensen gevonden die daarin een rol hebben gespeeld. Een blomboek. Ja, het is een blomboek, maar het waaiert uit. Hè. Okay. Dus mijn vader was onder meer lid van een verzetsgroep die De Duif heette. Ik moet je onderbreken, maar dit komt eraan. Dat komt eraan, ja.
Ik dank je hartelijk voor nu, want wij zijn aan de tijd, Hans. Dank je wel voor je komst. Graag gedaan. Ik vond het erg prettig dat je wilde komen. En de volgende week, dames en heren, ziet u Ton Kolbeck weer met een andere gast.